Welkom, we gaan vandaag kijken naar bodembedekken van het HAVO-examen 2018 tijdvak 2. De eerste vraag is een weetje, de naam van het proces waarbij lichtenergie in planten wordt omgezet tot chemische energie. Nou, dat noemen we fotosynthese. Ik heb hier nog even de vergelijking daarvan neergezet. Dat werd nu niet gevraagd, maar het komt zo ontzettend vaak voor. Je moet hem gewoon op je repertoire bestaan. Vraag 2, er is hier een polymeer gegeven, dat is polystyreen. En de vraag is, geef nu het monomeer styreen in structuurformule. Gaan we doen. Je ziet dat dit een additiepolymeer is, allemaal koolstofatomen in de hoofdketen. Dan maak je groepjes van 2 koolstofatomen. Zo, om het monomeer te achterhalen, je trekt even dit zwarte eruit. Zo bijvoorbeeld, dit is dit gedeelte van het monomeer. En dan zet je er een dubbele binding tussen. En dan is dit je structuurformule van styreen. Ah, we gaan rekenen aan piepschuim. Dit is biofoam. Een piepschuim dat bestaat uit polymelkzuur met lucht. Men noemt het biofoam omdat het gemaakt is op basis van biologische materialen. Als men 1 kubieke meter van dit biofoam heeft, dan wil men weten hoeveel liter lucht er aanwezig is in dit schuim. Neem aan dat de dichtheid van polymelkzuur 1,24 keer 10 tot de derde kilogram per kubieke meter is. Dat noteer je dus zo, per kubieke meter. Meter tot de macht min 3 wordt hier per kubieke meter. We hebben hier 25 kilogram van de schuimbolletjes, dus dit gedeelte is 25 kilogram, maar de massa wordt uitsluitend bepaald door het polymelkzuur. Dat betekent dat dit dus 25 kilogram polymelkzuur bevat. Aha. Als je wil weten hoeveel lucht hier aanwezig is, in die kubieke meter van dat piepschuim, en je kan berekenen hoeveel polymelkzuur er hier in kubieke meters aanwezig is, dan kun je uitrekenen hoeveel lucht je hebt, want het totaal is 1 kubieke meter. Nou, van het polymelkzuur weten we dat we 25 kilogram hebben en we kennen de dichtheid, dus we kunnen het volume berekenen van het polymelkzuur in deze 1 kubieke meter biofoam. Gaan we even doen. 1,24 keer 10 tot de derde kilogram per kubieke meter is de dichtheid. Ik heb 25 kilogram van het polymelkzuur, dus er hoort een volume bij van die keer die gedeeld door die, 0,02 kubieke meter. Ah. Polymelkzuur in deze totale hoeveelheid van 1 kubieke meter is dus 0,02 kubieke meter. Dus wat blijft er dan voor het lucht over? We hadden 1 kubieke meter, een totaal min 0,02 van mijn polymelkzuur hou ik over 0,98 kubieke meter. Dus in liters, dus keer 1000, 9,8 keer 10 tot de tweede liter. En dan zijn we er. Vraag 5. Hier staat een stukje polyester gegeven van polymelkzuur. Dat wordt afgebroken op een gegeven moment. En de eerste stap van die afbraak is een hydrolyse. En op de uitdrukbijlage is de vergelijking van de hydrolyse onvolledig weergegeven. En we moeten nu de volledige vergelijking van de hydrolyse weergeven, waarbij 1 esterbinding in het weergegeven deel van het polymelkzuur wordt gehydrolyseerd. En we moeten dat doen in structuurformules. Nou, laten we eens even gaan kijken. Dit is de uitwerkbijlage. Ik weet dus 1 esterbinding moet ik hydrolyseren. Nou, wat is een esterbinding? Esterbinding is een C dubbelgebonden OO in een koolstofketen. Dus daar zit er 1 en daar zit er 1. Ik moet er maar eentje pakken, dus nou, ik neem deze even als voorbeeld. Esterbinding ga ik kapot maken. Ik snij hem dan dwars door die esterbinding kapot. En hydrolyse, dat is een reactie met water. Hier snij ik hem kapot. Daar zet ik neer plus H2O. En wat komt er dan uit? Nou, in eerste instantie teken je gewoon deze 2 brokstukken over. Ziezo, dus dat slangetje moet je gewoon overnemen en dat slangetje gewoon overnemen.
Ja, een verestering is niks anders dan een reactie van een carbonzuur met een alcohol. En als je gaat hydrolyseren, krijg je carbonzuur en je alcohol weer terug. C-dubbelgebonden O is eigenlijk de helft van je carbonzuur. Hier komt dus nog een OH'tje aan. En dit moet een alcohol worden, een OH-groep. Dus daar komt nog een H'tje. Dan zie je ook heel heel HOH, H2O, dat is de afkomst van deze H2O. En dan ben je er. Vraag 5. Geef een argument waaruit blijkt dat de schuimbolletjes die gemaakt zijn van dat polymelkzuur passen bij het cradle-to-cradle principe. En dat wil dus zeggen, alle stoffen steeds weer in gesloten kringlopen van productie, gebruik en recycling kunnen worden opgenomen. Licht je antwoord toe met behulp van de informatie uit de opgave. Nou, die informatie kunnen we even op een rijtje zetten. Deze stukjes tekst had ik voor jullie eruit gehaald. En dan zie je dat polymelkzuur wordt gevormd uit melkzuur. Dat is verkregen door fermentatie, dat is een biologisch proces, van suikers uit planten zoals suikerriet. Nou, planten. En die gebruiken CO2 en H2O om die suikers te maken. En die suikers worden weer gebruikt om dat melkzuur te maken. En vervolgens wordt dat melkzuur in de vorm van polymelkzuur weer afgebroken tot CO2 en H2O. En dat CO2 en H2O kan die plant weer gebruiken om suikers te maken en vervolgens weer het melkzuur. Dus zo zie je dat het cradle-to-cradle principe wordt toegepast. Oké, dit was de eerste opgave. Bedankt.